week. Hallo kijkers van Shine Sprites, ook weer een gloednieuwe aflevering van de Draft League. Ik heb de eerste gewonnen, ik ga ervoor om de tweede ook te winnen. En daar heb ik veel zin in. We gaan met dezelfde teams, dus dat is wel interessant. De vorige had ik wel een clutch freeze, alleen omdat hij in ground type terrestrialize, dat was iets minder handig. Dus dat kon ik nu opvangen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij heeft tegen mijn Vulpix, zeg maar. Er is niet zo heel veel dat hij kan doen tegen mijn Vulpix. Ik zit wel even te denken. Ik denk dat dit een betere startbench is. Dat ik de Litwick wel meeneem weer. Alleen dat ik nu... net ik Fungus, die heeft nog geen mogelijkheid gehad. Het enige naar is die... die Magnemite. Alleen die zal sowieso Levitate hebben. Weinig HP. Ik ga voor hetzelfde team, alleen dan in een andere opstelling. Oh, kom op Milaning, kom op Milaning. Oké, Magnemite the Sniper, compleet nieuwe lead. We beginnen meteen met de Snow Warning. Zullen we meteen terrestrializen of is dat te vroeg met Vulpix? We doen wel eerst gewoon Auroraville. En Stealth Rocks. Dit is zuur. Dit is zuur, ja. Snel is hij ook, holy shit. Leafstorm. Oh. Die moet zo snel mogelijk weg. Ik ben bang dat ik niet snel genoeg ben voor die Magnemite. En die Magnemite gaat me sowieso weer naaien. En die gaat sowieso weer Steel Move doen. Is ook niet ideaal, hè? Oké, ik denk dat ik deze al verloren heb. Kut, sorry. Oh, I withdrew the Magnemite? Oh. Okay, the Terrier's is dead, that's more. Ja, die wordt al in. Okay. Oh, 1 AP. Huge 1 AP lift. Oh, Citrus Berry is gewoon. Oh nee, die hebben we die afgestoten. Leafstorm mist. Litwick avoid. Fireblast. Nee! Kutzooi. Oh.
Ja, de cult. Oh, die raakt, dat is huge, ja. Ook dat man. Ja, een Crystallis is ook voor. Ik ga deze verliezen, dat zal zijn. Oké. Heb je kut mengen dan maar weer. Het zat erop. Oh. Ice type. Dit is zuur, want dit doet die ice op mijn fungus natuurlijk. Ja, kutzooi. Oh, ik overleef het. Dit kan huge zijn. Oké, het kan niet meer huge zijn. Ik kan niet meer winnen. Ja, GG. Die Magnemite is zo kut. Ik weet wel dat het een Choice Scarf is, dus dat is wel goed om te weten. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.